Is je vriendin net bevallen? Of komt er weer een feestdag aan waarvoor je een leuke raamcreatie wilt maken? Het kan allemaal met Plotteren. Pak een lekkere kop koffie, ga ervoor zitten en kijk lekker mee. Mijn naam is Ellen en wat leuk dat je kijkt naar de derde aflevering van Plotteren met Ellen. In de eerste twee afleveringen heb je de basis kunnen zien van creaties met vinylfolie en flexfolie. Vandaag gaan we een geboorteraamsticker maken met statische raamfolie. Heb je trouwens na het kijken van deze aflevering nog vragen voor mij? Of heb je een probleem waarbij je advies nodig hebt? Mail mij dan op info@hobbyplotter.nl. Vandaag gaan we een creatie maken met twee tekstvakken waarvan er eentje in een rondje loopt. Ik heb hier alvast de juiste lettertypes geselecteerd, dus ik kan direct door naar aan de linkerkant gereedschappen en ik kies daar ovaal. Ik sleep met mijn muis naar onderen, zodat ik een mooie ronde vorm krijg. En als die de gewenste grootte heeft, dan laat ik de muis op los en is de vorm gemaakt. Vervolgens moet ik hier op het pijltje klikken van selecteer, want als ik dat niet doe, dan gaan we nog een cirkel tekenen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dan klik ik dubbel op de tekst en wat we zien is dat hier een groen lijntje omheen komt met een aanpassingsteken. Ik sleep het aanpassingsteken naar de cirkel en zodra ik deze bereik, zie je dat hij automatisch al in een ronding gaat staan. Op het moment dat ik dan de muis loslaat, staat hij er. Je kunt dan nog wat spelen met de lijnen. Met de letters uit elkaar of wat dichter aan elkaar. En als je het gewenste resultaat hebt, dan laat je het los en klik je naast het ontwerp. Nou, wat er nu zou gebeuren, is dat hij zowel de tekst als de cirkel gaat snijden. Dat willen we natuurlijk niet, dus we moeten de ontwerpen los van elkaar zien te krijgen. Ik klik daarvoor op de tekst, ik ga naar object en ik selecteer omzetten naar pad. Wat je nu ziet is dat het twee verschillende ontwerpen zijn geworden. De cirkel hebben we niet meer nodig, dus die selecteer ik en ik klik op delete. Nou, ik maak deze nog iets groter. Je kunt nu het lettertype niet meer aanpassen omdat die omgezet is naar pad. Maar je kunt dus nog wel spelen met de grootte van het ontwerp. Nou, dan is het rondje klaar. En wat je hier ziet, ik heb een tekst gemaakt die dus niet binnen onze mediagrootte valt. En om zo de optimale grootte te krijgen, ga ik hem selecteren en ga ik het vervolgens draaien. En dat doe ik door te slepen aan dit groene rondje, totdat hij het gewenste resultaat heeft van een kwartslag draaien. Nou, wat je nu ziet, hij past nog steeds niet binnen ons snijbereik. Dus ik moet de mediagrootte aanpassen. Dat doe ik door hier naar pagina-instelling te gaan. En ik kan hier bij mediagrootte de hoogte aanpassen. In dit geval denk ik dat we aan 70 centimeter genoeg hebben. Ja, kijk. Dan komt hij er mooi op. Dan is het ontwerp klaar om te snijden en kunnen we naar het tabblad Stuur gaan. We selecteren hier bovenin het juiste materiaal. Dat is in dit geval statische raamfolie. En wat je hier nu ziet, het automatische mesje is geselecteerd. Hij is ook gedetecteerd. De snijinstellingen staan goed ingesteld. Dus we kunnen beginnen met snijden. Ik zeg, snijden maar! Ik heb het ontwerp nu op de glimmende kant gesneden. De achterkant is namelijk de papieren drager. Vraag je je nou af hoe ik dit materiaal heb geladen in de machine? Kijk dan aflevering 1 en 2 even terug. Dan kan ik je vertellen, het is tijd om te pellen. Om dit te kunnen doen, snij ik eerst met een afbreekmes de restfolie af en vervolgens pak ik de scissor pelhaak om te kunnen pellen. Klaar is je ontwerp. We zijn alweer aangekomen bij de laatste stap.
Het aanbrengen van de sticker op het raam. We gaan als een speer, zeg. Dus ik zeg, op naar het raam. Het is belangrijk om de ruit eerst goed te ontvetten. Hiervoor gebruik ik de Procar ontvetter. Vervolgens maak je de ruit nat met de applicatievloeistof in de Easy Pump. We brengen nu het ontwerp aan. Nu ga ik met een rakel en een vochtopnemende doek het ontwerp aanrakelen, zodat het vocht en de luchtbellen erachter weggaan. Zo, het ontwerp zit erop en de laatste stap is nu het deppen met een doek. En klaar is je creatie! Wist je dat statische raamfolie herbruikbaar is? Heb je bijvoorbeeld een leuke creatie gemaakt voor een feestdag die ieder jaar terugkomt? Dan kun je deze zo verwijderen van het raam, terug aanbrengen op de drager en volgend jaar tover je hem zo weer tevoorschijn. De producten die ik in deze video gebruikt heb zijn een Silhouette Cameo 4, de Penstick statische raamfolie, een Sisser pijlhaak, een Olva afbreekmes, een ProWrap rakel, de Easy Pump, de Procar ontvetter en de applicatievloeistof. Al deze materialen zijn te bestellen via onze webshop www.hobbyplotter.nl. De producten die je vanuit huis nodig hebt zijn een laptop en een vochtopnemende doek. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we een creatie maken met de Sisser Easy Patterns Flexfolie. Wil je nou weten hoe je deze gebruikt? Kijk dan naar de volgende aflevering van Plotteren met Ellen.